Hallo beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van Mace Stormtroopsizer en mijn nieuwste playthrough van Marvel's Spider-Man. We waren gebleven bij een nu dakloze Peter. En we zijn er ook achter gekomen dat de demons een gangoorlog met Fisk aan het voorbereiden zijn met zware wapens. Maar de relatie met Devil's Breath is nog moeilijk te omvatten. Dus daar moeten we later achter zien te komen. En nu is het draait het vooral om een goede slaapplaats zien te vinden. All right. How am I gonna talk my way onto MJ's couch? Oh, boy. Let's see. Hi, MJ. Peter. No chance I could stay over? Oh, that's too far. Oh, jongen, je maakt je echt veel te druk. Als ze weet dat je dakloos bent, dan laat ze je heus wel binnen, joh. Ook al ben je er ex. Oh, hij zit zichzelf er echt over op te vreten. Je doet inderdaad veel te moeilijk. Friends crash on each other's couches all the time. It's not weird or anything. It's just a couch. MJ's couch. Je zit het te overdenken op het ex-vriendje manier. Dat ben je aan het doen, jongen. Ze laat je heus wel binnen. Wees niet zo nerveus. Gewoon typisch Peter. Kan de grootste schurken redden met zijn blote vuisten, maar durft niet zijn vriendin te confronteren met het feit dat hij dakloos is en bij haar op de bank wil slapen. Just got a web alert. Looks like MJ's story just got published. Ah, nice. I think I'll find somewhere else to stay. She's probably busy with work. Oh, Peter, toch? Je bent gewoon bang. I wish Harry was in town. I could crash with him. Maar dat geeft me wel een dosis experience points, so that's good. Someone left me a voicemail. Number's blocked though. Washington Square Park. Hey there, Spider. Long time no see. Miss me? Come to this address. Wie de fuck is dat nou weer? Uh-oh. I think I know that voice. Ik heb even een betere angle nodig. Ah, de Universiteit van Greenwich. Nou, eens even uitzoeken wie er achter die verleidelijke stem zit. Hello, Spider. Been thinking about you a lot lately. Oh, Jesus, Black Cat. Dat is niet best. Black Cat. Don't tell me she's scoping out places to rob. She promised she would give up that life. Ja, neem maar alvast van mij aan dat je een belofte van Black Cat nooit kunt vertrouwen. Dat mens is een en al leugens. Maar wat probeert ze hiermee? There. Little kitchen. She packs those with range extenders, then harvests nearby RFID signals. I'll let Yuri know to pick it up. Maar dan wilde ze blijkbaar dat je dat zag. Felicia is too smart to be putting herself at risk like this. Iets zeg me. She must be desperate for some reason. Better keep an eye out. Ze is iets van plan waar ze Spider-Man voor nodig heeft. Maar waarom in hemelsnaam als ze hem deels dan op de hoogte stelt met wat ze doet? I don't know. Hey Yuri, you still have Black Cat's suit and equipment in the evidence lockup, right? I think so. Wedden dat ze die heeft gejat? Is she back at it? Maybe. Just double check and let me know if her gear is still there. Will do. Hey May, you're calling late. What's up?
I thought we were going to meet up for dinner tonight. Oh, right. Oh. I'm sorry. I forgot. It's been a hard day. We lost funding at the lab. Oh, Peter. I'm sorry. I also kind of got evicted from my apartment. Ja, dat komt er ook nog eens bovenop. Do you have a place to stay tonight? Actually, no. Not really. I hate to ask, but any chance you have room at the shelter? Of course. Feel free to use the couch in my office. Thanks, May. Hi, jongen. Nu moet je onder de daklozen slapen. Hij verdient dit echt niet. Als je ziet hoe hij dag en nacht zijn rug loopt te breken hierover. Nou, come on. Oké, okay, nice. We hebben nu het hele gebied van Greenwich op de kaart. Dat kunnen we goed gebruiken. Even naar de upgrades kijken, want we hadden nog een level te goed. Ah, nice. We kunnen het elektrische web upgraden. En voilà. Oké. Vijanden gooien. Oké. Op naar feest. They might help me glide short distances, but they never really worked. Looked cool though. Armnetten. Die zagen we in Spider-Man Homecoming. Je kon die daar wel gebruiken om mee te vliegen. Hey, so this gang war between the demons and Fisk is really heating up. I know. Even Shocker's a part of it. Got roped into running jobs for the demons. Are serious. Oh, ze zijn wel erger van plan dan dat. Hope it's not something worse. De link die moet nog gelegd worden met dat Devil's Breath, maar ik weet niet hoe. Misschien dat MJ er iets tussenuit kan vissen. Ja, dat research station is vlakbij. We kunnen daar even een kijkje nemen. Wie heeft er slaap nodig? Gemini. Ze zijn allemaal vernoemd naar sterrenbeelden, die research stations. Deze is van tweelingen. Onder druk. Station moet de waterdruk voor nabije gebouwen. Als wat fout gaat, de pijp barst of vaak verstopt gaat, automatisch een waarschuwing naar de onderhoudsteams van de stad. Dat is tenminste wat er zou gebeuren als Oscorp er ooit op had bijgedragen dat het systeem werd goedgekeurd. Oké, okay. Iets om op te lossen dus. Hey Pete, so this station monitors water pressure down to the individual building. Structures above four stories use water towers to augment the city's system. The idea is to identify problems before they spread, you know? Whoa, the pressure in this building's all over the map. I need to find out why. The water towers connect to the city's system at the four-story mark. I'll scan the pipes, try to see where this starts. Pipes are fine up here. Oké, laten we eens kijken waar die buizen heen leiden. Ze zitten aan de andere kant van het gebouw, dus ik moet er omheen. Here's the problem. Valves at the wrong setting. Easy enough to fix. That
shouldn't have happened. We better seal these fast before hij is er toe in staat om de schuld te geven. Ik dacht al dat het niet zo makkelijk zou zijn als een kraan dicht draaien. Hier heb je echt Spidey-dinges voor nodig. Hebben we geen kurken, dan hebben we wel webben. Oh, wacht, er is nog een gat. Even beter dan duct tape. Voilà. All right. All fixed. Als je het goed genoeg timed terwijl je zweeft, dan kun je die gaten stoppen in mid-air. Bespaart vast een hoop tijd zo. En we zitten ook op een klok, zie ik. Dus tijdbesparing is hier alles. Call me the Amazing Spider Plumber. Amazing Spider Plumber. Okay, let's stick to that. Nailed it. Pew. Got it. Last one. But those won't hold long. Pressure shouldn't be that high. Unless the drainage is blocked. I'll check the outlet pipes. The outlet pipes down by the waterfront. I'll go see if anything's blocking it. Ja, die zit vast en zeker verstopt met vuil. What else is new? Yeah, there he is. Do it. I better clear it before something bursts. And what? How many other heroes fight crime and fix your shower? Ik kan ze op één hand en twee vingers tellen. Oscorp can't deny Harry's station stopped a public utility meltdown. Oké. En nu tijd om naar Vies te gaan eindelijk en even een slaapje te doen. There it is. A kidnapping has been reported. Officers needed in Koreatown. Can't believe I haven't slept since the Fisk takedown. Gotta start taking better care of myself. Dat krijg je beter met een met zo'n dubbel leven. Hij echt, er is al zoveel gebeurd dat het me verbaast dat hij al niet eerder is ingestort. Maar ja, hij heeft natuurlijk wat langer uithoudingsvermogen. Eens kijken of er nog wat te kletsen valt met de daklozen. You guys play this late? I was a long haul trucker before I lost my lease. Nights when it's quiet, easy to think. Not easy enough where you're playing. My late husband snored. I was always up. Well, it's nice you got company. Better than nothing. Barely. Have a good night, you two. Oude brommige dame. Oké. Pete? Figured you'd be home in bed. I wish. Je moest eens weten, meisje. Ik ben eruit getrapt. Partnership with restaurants and grocery stores works great. Any surplus food comes right here. That's nice. Zo hebben de daklozen altijd genoeg te eten. Martin Lee die moet al naar de andere centra zijn of naar huis. Which just leaves May and my couch. I don't think May's here. No, she forgot something. Hij durfde niet vooruit te komen dat hij dakloos is. Hij schaamt zich. But there's no reason to be ashamed of that. To feel safe at the other shelter. This one, I have never had a problem. There's always someone looking out for us. Daar doe je het voor. Die waardering. Ze mogen zich echt gelukkig rekenen met mij. En is Gloria. Oh, I had a little mix-up at my apartment. On the street, huh? I know the look.
You're in the right place. Nothing to be ashamed of. I know, I hate to take resources from people who need them. Guess what, pal? Right now, you need them. You got a point. Aww. Thanks, Gloria. Schat van een meid. Ze heeft gelijk. Niets om je voor te schamen. Als je even zonder woning zit. Jij hebt die spullen net zo hard nodig. So, I got the job. May's recommendation really helped. People know that when she says something, she means it. May is echt een engel. Hope May's couch is comfortable. Tijd om even de benen te strekken op de bank. Oef. Oh mijn god, ze heeft hem geld gegeven. Zonder nadenken. I can't take this. You can and you will. I'll pay you back soon. Just ask for help next time. Oh, you are so much like Ben. You have to learn to swallow that Parker pride and accept that you're human. Nou, dat komt niet helemaal. Martin. Sorry to interrupt. Just wanted to let you know I'm headed out of town. You're in charge while I'm gone. Well, you can count on me. How long will you be away? I really don't know. Is everything okay? It's some personal business I've been planning for a while. But please take care of this place. It represents the best part of me. Die privézaken, die zijn misschien wat met je minder slechte kanten. Minder goede. Mr. Lee's okay. Maar May, echt zo aardig van haar. En Peter, ja, hij heeft echt inderdaad die trots. Hij helpt dag en nacht mensen en stopt misdaad. Maar en is heel onzelfzuchtig, maar wil daardoor niet de hulp van anderen accepteren, omdat hij vindt dat anderen het harder nodig hebben. Dat is ongelooflijk onzelfzuchtig en dapper en nog een mooie karaktertrek. Maar het is tegelijkertijd ook behoorlijk stompzinnig. Als er iemand hulp en bijstand verdient, dan is het Peter. Are you sure you can spare that money? Easily. Working here leaves very little time to spend money, and I'm just fine with that. Nogmaals bedankt, May. Hello? Hey, did you see my story? I did. Robbie must be pretty happy right now. Yeah, it kind of went viral. And get this. Nice. Mayor Osborne just announced he's going to give Officer Davis an award. Ah, great. Dat verdient hij wel. Wait. Isn't Osborne's campaign rally this after? Oh, I see what he's doing. Oh, Jesus. Yeah, what an egoist. It's still a pretty cool moment for Officer Davis and his family. I'll be there covering it. Wanna join me? Yeah, of course. See you then. Eh, nice. Het is geen date, maar close enough. Ik durf te wedden dat hij van binnen wel in zijn nopjes is. Laten we agent Davids maar eens die eer gaan verlenen. Een nieuwe dag, goed uitgerust, tijd om te gaan Spider-Mannen. Peter, het is niet verdedigend. Als je hulp nodig hebt, dan verdien jij dat misschien meer dan wie ook.
Die toren is vlakbij. We kunnen de kaart even wat uitbreiden. Is dringend behoefte aan. All units, narcotic sale reported in progress. Proceed to two bridges. Over. Ah, daar is hij. Zelfhulpboek. Hey, this will help me work in a personal life. If I ever find time to read it. Work-life balance for idiots. Door Dr. Ludwig Reinhardt. Dat kan Peter echt wel gebruiken, ja. Die gozer, die lijkt een tikje op Harry Mulies. Might come in handy. Another message from Doc. Peter, I don't want to jinx us, but the lead I'm following might not only get the project back on its feet, but also expand it in ways we never could have imagined. Everything happens for a reason, even Norman pulling our plug. Really hope this works out. Doc's work is too important to go unfinished. Ja, alleen ik hoop dat hij weet wat hij doet. Als het gaat om de grenzen doorbreken. Want we weten dat Doc nogal roekeloos is. En wanhopige mensen doen rare dingen. I'll be glad when it's over. A truck full of armed demons scares me less than public speaking. I'm calling about something else. What's up? Just got a tip that the demons are moving on the Fisk construction site in Midtown. Life would kill me if I ditched the ceremony prep to play cops and robbers, but I thought maybe my friendly neighborhood partner would want to know. Understood. Thank you, I'll Jeff. I'll swing by, let you know what I find. And hey, here's a tip on public speaking. Just picture everyone in their underwear. Wait, not Osborne. You know what? Never mind. Zou ik niet doen, dat zou me alleen maar te veel afleiden van wat ik moet zeggen. Maar we mogen Jeff echt wel dankbaar zijn. Waar is die rugzak? Nou, laten we eerst maar even een foto maken, dat gaat makkelijker. Financial District, openbaar gebouw. Hé, waar is hij toch? Ik zie dat icoontje staan, maar ik kan de rugzak zelf maar niet zien. Oh, wacht. Oh, hij is daar beneden. Ah, ja, there he is. Wilson Fisk Science Prize trophy. Van Wilson Fisk? I couldn't turn it down without arousing suspicion, but no way was I going to take his money. Even though we could have used it. I did accept the lifetime supply of backpacks, though. I can believe that. Als je al die rugzakken ziet die door de hele stad hangen, dan kon hij dat echt heel goed gebruiken. Prijs van Wilson Fisk. That's ironic. Oh shit. Demons, huh? Take that. Waar is die laatste? Oh, daar is hij. En if you told 12-year-old me one day dudes in masks would try to blow him up with rockets, well, actually he'd probably get pretty excited. Nog één? Jemig. Er gaat hier ook geen 5 minuten voorbij.
zonder de misdaad, waar zou ik met die stad heen gaan als Spider-Man er niet was? Push. Nice. Oké. Plet. Echt super handig die ontwijking aanval waarmee je ze meteen in hun gezicht schiet. Wap. Sorry, moet er even door. Op de tafel ze met een pak slaag te kopen. Geweldig. Fisk brought all the small timers out of the woodwork. I called you guys a ride. It'll be the one with the flashing. Wat doen die demonen op een bouwplaats? Vraag ik me af, wat moeten ze er in godsnaam mee? Still time to do another research station. Sirius. Harry Potter. De hond. Luchtkwaliteit. Alright, we hadden al een keer een soortgelijk station gedaan. Als ik het me goed herinner. This station's simple, but really important. It measures toxins in the air. Way more sensitive than anything the city has. Bad air hits children and the elderly first. This was a big one for my mom. Nou, laten we haar dan trots maken. There's way too much sulfur dioxide in the air. Dat komt vast door auto's. This is caused by inefficient engine exhaust. If I get some fresh samples, I can identify the make and model and report. Oftewel, we moeten weer door het vel heen slingeren. Which is not gonna be pretty. Okay, got that one. Nice. Just need a few more samples. Oh, that one smelled. Ooh. Maar goed, dat er echt zoveel wolken zijn. Ze zijn door de hele stad verspreid. Dat is eigenlijk helemaal niet zo goed. But you know what I mean. That's it. Oké. Looks like we have three guilty parties. I need to get pictures of them for proof. Okay, we just gotta track them. Taking pictures, just like the old bugle days. Life was so much simpler back then. And snapshot. Okay. Volgende auto. En allee, hop, gevangen. Even kilometertje of wat slingeren voor één auto. Nou ja, vervuiler betaalt straks. But we got him. That'll get a recall ordered. Courtesy of your Earth-friendly neighborhood Spider-Man. Earth-friendly neighborhood Spider-Man. Okay, Sirius is klaar. Let's go to the construction site.
zijn missie is vlakbij. Howard. Howard, long time no see. How's Pidgey doing? He's a little down today. Misses his cousins. Been a bit of a whirlwind for both of us. Owners of my building, rezoned for commercial. We had to move into Feast to get our bearings. I'm so sorry. New York landlords can really be heartless. When yeah. Kick me out of my place. Uit ervaring. Set all my birds loose. Pidgey's the only one who found nou, ja, zeg, daar hebben ze het recht toch niet toe. With my bad leg and all. You know what? I get around. How about I keep an eye out for him? Oh nice, we mogen duiven gaan vangen. You don't see that every day. Maar die duiven die zijn belangrijk voor hem. En de huisbaas die heeft niet het recht om ze zomaar gewoon los te laten. Oh, thank you. If you have any luck, please give me a call. Daar is het. Consolidated shipping. Wat vervoerden ze daarin? Dat kan niet veel goed zijn. Jeff, I'm here. What do you see? Find the rest. Boss wants them dead. Looks like the demons are moving in on Fisk's territory. You got this? I got this. All right, let's kick some demon ass. But first, we're gonna do this quietly. And zip. Nice. Okay, volgende. And hoopla. Nice, onder zijn neus door. Stond precies met zijn rug er naartoe. Is niet veilig. Maar ik zie de ander niet. Waar is die in hemelsnaam? Ah, daar dus. Alright, got to distract one. En joeps. En dat was de laatste. Oké. Doing good so far? Eens kijken of ik die rugzak te pakken kan krijgen zonder te ver te gaan. Look at that, it works. Rhino fragment. Rhino almost killed me until I broke this chip off his horn and figured out what his costume's made of. Still wasn't easy to beat him. My back still aches just thinking about it. Oké. Waar is de rest van die gladjakkers?
got what you came for. There it is. Kill us too. Fisk's territory is ours now. Not today. Surprise, motherfuckers! Nice. Kick it up a notch. Never touches the ground. Appeltje, eitje. Hey, Willy. Oi. Nice jumpsuit. Slimming. Stay out of my business. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Verdorie. Nou ja. Ik had ze sowieso wel in leven gelaten. Anders maken ze elkaar af. Maar holy shit. Ze vallen prompt het hele gebouw aan. Let's check it out. Boosh. Oké, volgende. Die krachtwebben die zijn echt super handig. Boosh. Net als taser webs. En voilà. Oké, nu moeten we de rest opsporen. We zijn verdeeld over de vetgebouwen. You did not see that coming. So far? Oh boy. Man, ze roepen zwaar geschut in. Er kunnen er niet veel meer over zijn. Push in your face. And in yours. Oh boy, that's a big fella. Holy shit. Hey, big guy. En een kind kan de was doen. Of in ieder geval het web. Schot in de roos. En vangen. Kick in the face. Kick in the face, sorry. Oké, nog twee groepen. Tot ziens.
Oké. Okay. Nog één. En voilà. Oh shit. Oké, nice. I could have taken him. Sure. Nu, waar is de leider? Fisk, your men are safe. Your turn. Who runs the demons? Maybe he's there. Maybe he isn't. Check the roof. Geweldig, daar kan ik nog niet veel mee. Maar weet hij wie het is? Of bluft hij? Not sure. Dat zal hem zijn. Hello again. Ook goed. Wauw, zelfs die raketten die zijn gefuseerd met magie. Oh crap. Somebody stop the crane. Oh shit. No. Krijgt Spider-Man 3 flashbacks van dit. Wow. Oh, fuck. Oh shit, laat iemand dat ding stoppen en snel. Of het is aan ons. Oh my god, ook. Oké, dit is waanzinnig cool. Oh man! Dit is zo filmisch. Holy shit! En vloeiend terug naar slingeren. Geweldig dat. En nu zit wacht een helikopter met een sloopkogel aan. Inderdaad, she read my mind. Alleen bij Spider-Man. Nou, je moet wel. Hij slaat de halve stad in puin. Oh, als hij nog lang door blijft vliegen met dat ding. Oeh. Alleen dat ding is zo razendsnel. Ja, ik zie het, Yuri. You need to bring it down. I know. Maybe you could superhero a little faster? Working on it, Yuri. Mens, call you when it's done. Jaag me niet op. Ik ben aanwezig. Maar als ik hem niet te pakken krijg, dan lukt hij het nooit. Hij is zo snel. Oeh, zo. Almost there. Ja! Oh my gosh. Okay. Holy fuck. Hope I live to regret this. Live to regret it? Probably. Come on, and yep. Hi, is this the flight to Newark? Oh, whoa. Okay, Heidi. This is your master plan. Replace Fisk. Fisk is all the dummy. Watch out. And bingo. Now for the second. Nu de andere nog. Oké, nice. Oh boy, daar gaan we.
guess this is the plan. Oh my god. Holy shit. Come on, Pete. Okay, dit is waanzinnig cool. Oh my god. Maak eens een film van, jongens. Serieus, dit is zo gaaf. Scratch that. Dit is al een film. Please don't screw this en... Bad ass. Holy shit. Netjes gevangen. These masks are so awesome. Where do you get them? We're Solomon. Yeah, cool, thanks. Do they have a website? Yes. Whoops. Hey, Yuri. Is dat de leider? But ik herken hem niet. You might want to bring a ladder. Goed gedaan, Spidey. Miles. Miles Morales. You coming? Nah, I gotta get to City Hall for my dad's ceremony. All right. Oh my god. Dat is een vette transitie. Zo van Spider-Man die zulke gave dingen doet. Terug naar het vizier van de voorbijganger in de vorm van Miles. Dat is geweldig. Ik ben zo blij dat hij in deze game zit. MJ, did they start the ceremony yet? They're still setting up. Where are you? Got hung up at work. Be there soon. Zeg dat wel. Even een helikopter met een sloopkogel gestopt. Dat is onze definitie van werk. Oh, wacht, shit. Ik ga de verkeerde kant op. Na deze gekte... hebben we wel even wat rust verdiend. French, ah, nice. I've just received an update on Adrian Toomes, a.k.a. the Vulture. Apparently this winged... Sorry, JJ, even mensen in nood. You alright? Okay. Okay, where's the tweede? They caused the wreck. I need to find whoever caused this wreck before anyone else gets hurt. Oh, nice. Oké. We hebben een tracker, dus we kunnen ze zo opsporen. Dacht het niet. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Oh. En toedoe. En tot ziens. Holy shit. Oké. Oké. That was crazy. Let's go. Pigeon? Come back, little birdie. Oh, daar. Oké, wacht even. Niet zo snel. Nothing like putting my skills to good use. Duiven vangen, het moet toch niet gekker worden. Kom hier, Basie. Doe jeus, geen pijn. Hemmes! Buddy. Nice. Hey, Howard. I think I found one of Pidgey's cousins. Dusty Gray Flex? Might have just left a stain on my suit. Clarence. Guy's a little devil, but he's a charmer. Give him a pat on the head and point him towards Feast. He'll find his way. No problem. I'll do the same for any others I find. Als we Howard maar blij maken. Daar gaat het om. Let's go. Heb ik wel een vlek op dat pak voor over. All units, officers.
cruisers are under fire from mass hostiles. Need immediate response. Well, alle. Real talk, guys. Voila. The destroy New York stick is getting old. Ja. Hun endgame is nog lang niet klaar. Die demons die gaan gewoon door. Ondanks dat we ze net flinke schade te verwachten hebben. Jezus, die gozers die zijn echt een soort van fanatics. Katje. Oké. Okay. Oh, nice. Okay. I think that's it. Everyone okay? Demons fight like men possessed. Men possessed. Misschien zijn ze dat ook wel. Ze lijken sterk te geloven in het een of ander. Of ze zijn gehersenspoeld of ze zijn een soort secte. Ik weet niet. Oeh, wat is dat? Wacht, is dat... Oh my god, het Sanctum Sanctorum. Dat is van Doctor Strange. Cool window, but I always get the feeling something strange is going on in that place. Top, dat is het huis van Doctor Strange, de Sorcerer Supreme, 177 Bleecker Street. Vet gaaf, je kan er helaas niet in. Komen gestaag dichterbij, dat wel. Demons are out of control. There are easier ways to make money, guys. Less socially destructive, too. A thing of beauty. Okay. Echt, die demons die zijn zo brutaal als de pest. Mijn hemel. Oh crap. Geen probleem. En voilà. Oeh. Oké, okay, die gozers die worden echt met de dag gevaarlijker. Moet je ze stoppen. As long as they get what they want. Zeg dat wel, ze zijn echt gek. Ah, nog een toren. Dat kunnen we wel gebruiken. There's a pigeon. En een duif. Doen we hem eerst wel even. Son of a bitch, dat beest is snel. It's all over the news. Another battle between Spider-Man and the human masked gunman threatening the lives of New Yorkers. I understand our next caller lives in New York. You're on with J. Jonah Jameson. Yeah, thing is, it all happened in a shipyard that's been closed for years. There weren't any innocent people in danger. Oh, is that your expert opinion? Well, let me tell you what I've learned from sources I developed in my award-winning journalism career. That shipyard was a front for Wilson Fisk. He's been using it to smuggle guns, grenades, military-grade ordnance. Oh, that explains a lot. Ah, the true bomb strikes. But wait! Here's a 50 megaton payload of fat. While Spider-Man tried to grab the glory for himself, chasing one truck, another vehicle got away with an arsenal of deadly, illegal weapons. Fisk, for all his faults, would never have let them be used in this city. But these demons, either they're some kind of fanatical cult, or they just don't care. Anybody feel like they're in danger now? Oh, crap. Hij heeft nog deels gelijk ook. Inderdaad, Fisk die hield alles strak in de hand, maar die demons die plegen op klaar lichte dag dodelijke misdaden. Zie je? Daar beneden is er weer een. Hey, we don't need you here right now, right? Fuck you. Oh, wacht, kan ik de toren pas activeren als... Ah, fuck. Oké. Okay.
all this for little old me? Oh shit, oké, dat was verspilling. Auw. Holy shit, dat was een ghoule. Auw, shit, oké. Auw, zo. Ik probeer die 10 slingertrappen uit te voeren die ze zeggen, maar dat is niet zo makkelijk. Die gozers zijn dodelijk. Eerst hem maar even. Oké. Oké, gelukt. Son of a bitch. Oké. Oké. Definitely not loving that demons are targeting me now, thing. Oké. God darn it, zeg. Die gang war is echt nog niet voorbij. Okay. Oké, we zijn er. Daar is de rally, maar ik zie dat het tijd is. Dus die sectie bewaren we voor de volgende keer. Vermakelijke part met een nog echt fantastische actie setpiece met een wolkenkrabber en een helikopter en een sloopkogel. En weer wat goede karakterontwikkeling in Feast. Met name, we krijgen wel wat meer inzicht in Peter. Zijn trots en onzelfzuchtigheid spelen hem soms wel degelijk parten. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden en ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Meester Stormtroopsizer met een nieuwe walkthrough van Spider-Man. Goodbye.